Hallo, wij vinden het leuk dat je weer naar een video van Boerda Style kijkt. Vandaag naaien wij het mannenjasje 130 uit de workshop van Boerda Style 1223. Voor het jasje hebben wij een wollen stof en gewatteerde voering van Selfmade gekozen. Verder heb je nodig opstrijkbare tussenvoering, 7 knopen, bijpassende naaigaren en de gebruikelijke fournituren. Wij naaiden vandaag met de computernaaimachine Yuki HZL UX8, die ideaal is voor creatieve projecten. Je kunt de naaimachine heel eenvoudig via het touchpanel of de draaiknop bedienen. Je kunt bijvoorbeeld heel makkelijk siersteken of praktische zigzagsteken kiezen. Met het speciale knoopsgatenvoetje kun je met de Yuki HZL UX8 een perfect knoopsgat maken doordat je de knoop in het schuifbare deel van het voetje klemt. Voor ons jasje hebben wij een universele naaimachine naald met naalddikte 80 van Schmetz ingezet. Nadat je de passende Boerda staalmaat hebt bepaald, kun je de papieren delen 1 tot bis 10, respectievelijk 14 en 15, met alle lijnen en tekentjes voor model 130 in de betreffende maat van het werkblad overnemen. Als je niet weet hoe je dit moet doen, kun je onze video voor het opnemen van de maat en het werken met het werkblad bekijken. Nu wordt de stof geknipt. Hoe de stof en de voering gevouwen moeten worden en de papieren delen erop gelegd moeten worden, staat in het tijdschrift. De papieren delen volgens het knipvoorbeeld op de stof vastspelden. Teken de naden en zoom volgens de instructies in de beschrijving en knip de delen bij deze getekende lijnen uit. Knip ook van tussenvoering uit deel 2, 6 en 9 en strijk deze delen op de verkeerde kant op. Voordat je de papieren delen van de stof afhaalt, de patroonlijnen en de zoomlijn op de stof aangeven. Doe dit het beste met een raderwieltje en Boerda staal kopieerpapier. Uitgebreide aanwijzingen zitten in de verpakking van het kopieerpapier. Vergeet niet de tekentjes en lijnen van het patroon op de stof over te nemen. Nu kun je de papieren delen van de stof afhalen. En we kunnen nu met naaien beginnen. Als je met een dergelijke stof werkt, zet je het beste een universele naald dikte 80 in de naaimachine. Lijnen kun je met lange rijgsteken naar de goede kant van de stof overnemen. We beginnen met de zak. Kies een zigzagsteek uit en werk de zak hiermee rondom af. Vouw het aangeknipte beleg bij de zak bij de vouwlijn naar buiten toe. De goede kant ligt binnen. De korte randen op elkaar stikken. Het beleg naar binnen keren. De randen strijken en dan de zijranden en de onderrand naar binnen omvouwen en strijken. Het beleg bij de getekende lijn vastspelden. De zak bij de lijnen op het linker voorband vastspelden. En stik de randen dan smal vast. Leg de sluitbies op het voorband. De goede kanten liggen op elkaar. Bies vastspelden. Stik bij de voorrand en strijk de naad dan open. Daarna de plooi bij het achterpand in de richting van de pijl inleggen en de plooi bij de naad vastspelden. Dan de pas op het achterpand vastspelden. De goede kanten op elkaar, de aanzetnaad stikken. De naad naar de pas toestrijken. Nu de voorpanden op het achterpand leggen, de goede kanten op elkaar. Speld en stik de zijnaden en de voorste naden van de pas. Dan de naden openstrijken. De mouwen in de lengte dubbelvouwen, de goede kant ligt binnen. De mouwnaden spelden en stikken en de naden openstrijken. Dan de mouwen inzetten. De mouwen naar de goede kant keren en bij de armsgaten vastspelden. Goede kanten op elkaar. De mouwen en zijnaden respectievelijk de streepjes 7 van mouw en voorpand liggen steeds op elkaar. Het streepje van de mouwkop ligt op het tekentje bij de schouder van de pas. Stik de mouw nu vast. Strijk de naad bij de mouwkop naar de mouw toe. Nu stikken we de capuchon. Leg de delen voor de capuchon met de goede kanten op elkaar. Speld en stik de middennaad. Knip de naad tot 1 cm breedte bij en strijk de naad open. Speld en stik ook bij het beleg de middennaad. Strijk de naad open. Speld het beleg met de goede kant op de goede kant van de capuchon en stik de voorrand.
Stik het beleg dan ook nog bij de naad vast. Keer het beleg naar binnen toe en strijk de rand. Speld de capuchon met de goede kant op de goede kant van de halsrand. De streepjes van de capuchon liggen bij de tekentjes voor de schouder van de pas. Stik naast de naad van de halsrand. Knip de naad bij de ronde rand tot net voor het stiksel in. Dan kun je de naad openstrijken. We gaan nu verder met de voering. Stik bij het achterpand van de voering volgens het patroon de bewegingsplooi. Strijk de plooi naar één kant toe. De andere naden van de voering, net als bij de stof, stikken en strijken. Nu de voering vastnaaien. Leg hiervoor de voering met de goede kant op de goede kant van het jasje. Speld de voorranden van de voering op de binnenrand van de biezen en dan op het beleg van de capuchon. Stik de voering naast de naadlijnen vast. Begin circa 10 cm boven de zoomlijn. Strijk de naad naar de voering toe. Keer het jasje en strijk de sluitbies bij de vouwlijn. Speld de aanzetnaden van de capuchon op elkaar en stik aan de buitenkant in de naad om de voering op het jasje vast te zetten. En stik aan de buitenkant in de naad om de voering op het jasje vast te zetten. De mouw van voering in de mouw trekken en bij de onderranden van de mouwen en aan beide kanten van de inkniplijn vastspelden. Nu kun je voor het mouwsplit de mouw bij de inkniplijn inknippen. Leg de randen van de inknip tot een rechte lijn open neer en stik zo smal mogelijk bij een lange rand van de omboordstrook. Strijk de omboordstrook om de naad heen naar de inknip toe en dan naar binnen. Speld hem ingeslagen bij de aanzetnaad vast. Stik de omboordstrook aan de buitenkant smal door en zet daarbij de ingeslagen rand mee vast. Aan de bovenkant van het split de omboordstrook net als een figuurnaad schuin doorstikken. Leg de omboordstrook bij de voorste splitrand naar binnen en rijg hem vast. Leg de plooi bij de onderrand van de mouw in de richting van de pijl en speld hem op de naad vast. Speld de machette met de goede kanten op de goede kant van de onderrand vast. De naden van de machette steken er bij het split uit. Stik de machette vast. Strijk de aanzetnaad en de naad bij de andere lange rand van de machette naar de machette toe. Vouw de machette in de lengte dubbel. De goede kant ligt binnen en stik de korte randen op elkaar. Keer de machette en strijk de randen. Speld de binnenrand ingeslagen over de aanzetnaad heen vast. Stik de manchette aan de buitenkant rondom smal door. Daarbij wordt de binnenrand vastgestikt. Leg de sluitbies nog een keer open neer. Strijk de zoom naar binnen om en speld de zoom vast. Naai de zoom nu losjes met de hand vast. Leg de sluitbies weer naar binnen en naai deze bij de zoom vast. Naai de voering ingeslagen bij de zoom vast en leg de extra lengte als plooi naar onderen toe. Naai de rest van de voering bij de sluitbies vast. Stik de bies aan de buitenkant in de naad en dan de capuchon op dezelfde breedte door. In de naaimachine en kies de knoopsgatensteek. Bij het voorste uiteinde van de manchet volgens het patroon een knoopsgat in dwarsrichting stikken. Dan de knoop tegenover het knoopsgat bij het achterste uiteinde vastnaaien. Bij de linker sluitbies volgens het patroon de knoopsgaten links stikken. De knopen tegenover de knoopsgaten bij de rechterbies vastnaaien. Het jasje is nu klaar. Een ideaal jasje voor de overgangsperiode of mooi voor de winter. Door de vrij nonchalante stijl kan het jasje goed gecombineerd worden en bij elke gelegenheid gedragen worden. Wij bedanken onze partnerfirma's Yuki en Schmetz en hopen dat je het leuk vond het model te naaien. En dat we je de volgende keer weer mogen begroeten bij de volgende video van Boerda.